Hallo allemaal, welkom bij mijn Wizard. En vandaag heb ik voor jullie een gloednieuwe collectors item eigenlijk een beetje. Ik ben weer een beetje wat dingen wezen kopen. Ja, twee nieuwe dingetjes. En het zijn, ja, pops eigenlijk. Eentje is echt van Funko, de andere is van iets anders. Iets van Plastoy staat er volgens mij. En eentje is van Harry Potter, de andere is van Fantastic Beasts. En ja, waar ik ze heb gehaald is bij 4Geek. Ik woon voor de rest niet bij 4Geeks in de buurt of zo. Volgens mij zit er geen winkel daarvan in de buurt bij mij. Maar ik was op vakantie lekker een weekendje samen met mijn vriendin. En daar was deze winkel in de buurt toevallig. Dus ik was daar zo. En ik heb wat gekocht hier zo. En dat was een best grote tas. Ik heb maar twee dingen daar zo gekocht. Maar het zijn wel twee dingen die ik zelf gewoon heel gaaf vind. Ik ga beginnen gewoon bij het kleinste. En dat is die van Fantastic Beasts. En dat is dus die van Plastoy of zo. Maar in ieder geval, het is van Fantastic Beasts en de Crimes of Grindelwald staat er. Maar ja, het is een pop. Zoals je ziet. Het is eigenlijk een soort van, ja, het is gewoon een pop. Maar dan van, ja, dus van de Crimes of Grindelwald. Het is Newt in zijn case, zoals je ziet. En ja, ik vond hem echt super grappig. En hij was 15 euro in totaal, 14,90. En ja, ik vond hem best wel gaaf. En ja, ik was in België een weekendje. En ja, daar zo vond ik deze. En ik vond hem echt wel leuk. Dus ik dacht, ik koop hem gewoon. En nou ja. En zo ziet hij er een beetje uit. Uit de doos en zo. En het is zo te zien een spaarpot zelfs. Het is een spaarpot. Wauw, oké. Okay. Dat wist ik niet eens. Laat staan. Ja, het is gewoon een spaarpotje of zo volgens mij. Of niet? Of moet je er wat in douwen? Ik weet het niet, joh. Ik weet niet wat je ermee moet doen. Maar het is in ieder geval een leuk dingetje. Het is wel echt wel een grappig dingetje. En ja... Ik vond hem gewoon heel gaaf. Het is gewoon, ja, Newt uit de doos, zeg maar. Uit zijn koffer. Dus ik vond het echt wel heel leuk. En ja, heel tof. Er staat ook bij dat er hier dus een Niffler versie is en zo. En ja, ziet er wel grappig uit. Ze ruiken wel behoorlijk. Stinken een beetje, maar dat maakt niet heel veel uit. Het is echt wel een leuke pop. En ik, ja, hij staat gewoon mooi in de collectie. Ik doe voor de rest nooit die dingen in de doos eigenlijk. Ik weet dat veel collectors, zeg maar... De pops en zo in de doos laten. Want dan ziet er het uniekste uit en dat soort dingen. Maar nee, hallo. Ik wil mijn dingen gewoon mooi displayen. En dat doe ik niet met een doos. Dus ja, ik ga in ieder geval deze Funko Pop gewoon lekker mooi displayen. En natuurlijk naar de grote. En dat is... Perkamentus. Samen met Felix. Felix zit er ook bij. En ja... Deze pop stond er, het is een grote pop, er stonden meerdere, er stond ook een van Dobby en van Voldemort en zo. Maar ik zag Perkamentus, ik dacht van deze ga ik gewoon doen. En die was in totaal 44,90. Op zich een redelijke prijs nog voor zo'n grote Funko Pop. En dit is nummer 110 en het is Albus Dumbledore with Focus. En op de achterkant zie je ook nog een beetje andere characters die ook in het groot zo te koop zijn. En dus bijvoorbeeld ook Dobby staat hierbij. En ja, dat is allemaal. En ik vond deze gewoon super gaaf. En ik dacht, ik koop hem gewoon. Want ik wou gewoon zo groot. En toen ik hem zag, ik zag die grote pop staan. Ik dacht van, ik ga één van deze grote pops gewoon kopen. Dat moet gewoon. En ja, ik weet niet. Maar voor Geeks vond ik echt een hele gave, gewoon een hele gave shop. Ik was er echt een heel groot fan van. En ja, ik moet eerlijk zeggen. Het zou misschien ook nog wel eens een website zijn waar ik gewoon vaker dingen op koop. Dus ja. Oké, okay, hij zit echt gewoon met de dubbele dingen en zo helemaal. Jezus, dat is nog best wel zwaar ook. Koleren, hé. Maar man, nou, je kan zo volgens mij niet bewegen of wat dan ook. Zo te voelen, zo te zien. Zo te zien niet in ieder geval. Nee, dat kan inderdaad niet. Maar ja, het is echt een grote Perkamentus. Maar ja, je ziet daar zijn stokje vast. En hij heeft Focus hier natuurlijk vast en zo. En het is mooi gedetailleerd. Het is echt al de Perkamentus van de... Order of the Phoenix natuurlijk wel een beetje. En ja, het is echt wel een mooie pop. Het is een hele gave pop. Het is een grote pop. En ja, ik ben er zeker wel fan van deze pop. Ik heb natuurlijk de andere Perkamentus al. In het klein natuurlijk. Gewoon de originele oude Perkamentus natuurlijk van de eerste twee films. En ja, nu heb ik ook de vernieuwdere versie, zeg maar. Er stonden meerdere soorten pops. Ook van de Fantastic Beasts en zo. Maar ik vond deze gewoon het meest gave. En ja, zoals je ziet, ja, mooie jurk en dat soort dingen. Gewoon zijn kleding en alles. En ja, deze gaat echt heel mooi bij mijn display staan. Dus ja, ik wou hier gewoon even een leuke korte video van maken van mijn twee nieuwe pop dingen in de collectie. Ik vond dit gewoon super gaaf. Zeker nu natuurlijk met de nieuwe Fantastic Beasts film. En met deze pop natuurlijk van, ja, Perkamentus.
Aangezien ook natuurlijk de Secrets of Dumbledore natuurlijk er is. En ja, heel gaaf. Ja, zeker. Ik ben een groot fan van. Ik vind het heel gaaf. Ik ga ze een mooi plekje geven. En ja, voor nu was dit eigenlijk alweer de video. Puur omdat ik voor de rest niks anders te zeggen heb daarover. Want ja, meer is er niet eigenlijk te zeggen. Dus ja, goed jongens. Super bedankt voor het kijken deze video. Vergeet even niet te liken en te abonneren. En ik zie jullie allemaal weer later.